Goedemiddag beste kijkers, we zijn live. Van harte welkom bij dit webinar over warmtepomptechniek. Nieuwe troeven in warmtepompland, dat is het thema van vandaag. Betekent dat we gaan kijken naar deze steeds populairer wordende vorm van het verwarmen en het koelen van woningen in het algemeen. Ongelofelijke trend, daar gaan we u vandaag wat mooie dingen van laten zien. We gaan met name vandaag richten op de concepten. En dat betekent dat we gaan kijken van hoe kan warmtepomptechniek van A tot Z worden toegepast in een project. Dus vanaf de bron tot aan afgifte en zelfs de exploitatie. Mijn naam is Eddy Buiting. Ik werk bij IJsma Bouwmedia. En vandaag hebben we hier in dit webinar samen met Renza en Nathan een interessant programma voor jullie gemaakt. Renza is bekend als groothandel, maar inmiddels ook als adviseur voor installateurs. En Nathan is leverancier van warmtepompen en afgiftesystemen. Nou, zij hebben twee cracks hier afgevaardigd om jullie vandaag van alles te gaan vertellen over de warmtepompconcepten. Het komende uur gaan we daarmee vullen. U ziet nu naast mij het programma staan van vandaag. Dat betekent dat we even heel kort gaan kijken naar wat basics in de warmtepomptechniek. We gaan heel gauw kijken naar welke verschillende concepten, welke verschillende bronnen zijn er. En met name, wat zijn de aandachtspunten bij die bronnen? Dus we gaan echt per concept kijken van wat zijn nu de specs waar je op moet letten. En daarvoor hebben we ook hele interessante praktijkvoorbeelden voor jullie verzameld. We gaan ook ruimschoots de tijd nemen voor jullie als kijker. Dat betekent dat jullie mee kunnen doen dit komende uur. Onder jullie zien jullie een chatscherm staan. En dat betekent dat jullie je vragen kunnen stellen aan moderatoren die achter de schermen klaar zitten om jullie vragen te beantwoorden. Het zijn twee moderatoren van Renza en twee van Nathan. En dat zijn techneuten die jullie alle vragen kunnen beantwoorden. Mocht die vraag nu relevant zijn om hier plenair in de studio te behandelen, dan sturen zij die door naar hier en dan ga ik hem aan de heren hier aan tafel voorleggen. Belangrijk om te melden is ook even dat dit natuurlijk alleen vandaag 25 maart live is. Kijkt u nu terug, dan kunt u uiteraard geen vragen meer live stellen. Maar kunt u ze wel poneren en dan gaan we achteraf contact met u opnemen om de kwestie te behandelen. Aan het einde krijgt u ook nog een aantal downloads mee. Dus blijf zeker even hangen tot aan het einde. Want Renza en Nathan hebben even moeite voor u gedaan om wat interessante documentatie samen te stellen. Ik ga u ook een paar vragen stellen. Dat doe ik door middel van een polls, waarvan we nu al even de eerste in gaan starten. In de poll wil ik u even vragen om even kenbaar te maken waar u werkzaam bent, in welke branche. Is dat, bent u installateur, werkt u bij een bouwer, werkt u bij een gemeente? U kunt dat nu even aanvinken in het menutje hieronder. En dan gaan we zo meteen de uitslagen daarvan even bekijken. Om te beginnen ga ik even de mensen voorstellen die wij vandaag hier in de studio hebben. Allereerst Matthias Stukker, je werkt bij Renza. Kun jij in het kort even vertellen wat jij doet? Ja, zeker. Matthias Stukker, werkzaam voor Renza. Ik ben nog mag de leiding nemen en geven over de afdeling techniek. Afdeling techniek is ook wel, ik noem het altijd maar het adviesbureau binnen de groothandel. En wij ontzorgen onze installateurs, onze klanten op het gebied van engineering, ontwerp en denk daarbij ook alvast naar de achterkant en naar de uitvoering zelf. Wat komen we daarin tegen en hoe kunnen we het makkelijk maken voor onze klanten? Ja, die warmtepompmarkt die zit ongelooflijk in de lift bij jullie, denk ik. Klopt, ja. Dit is afgelopen jaar gigantisch gegroeid. Ook dat zien wij bij ons op de afdeling ook qua aanvragen. Steeds meer focus richting de warmtepompen en warmtepompsystemen met name waar we over praten. Ja, daar kunnen wij ons vanuit onze afdeling hele goede invulling op geven. Ja, heel goed. Ik heb voor jullie even de uitslag van de poll. Nou, we hebben een behoorlijk gemêleerd gezelschap. We zien heel veel adviseurs, architecten, bouwers. Ook 15% particulier zie ik. Dus dat zijn mensen die in de collectieve opdrachtgeverschap misschien wel werken. Daar komen we zo ook nog even op terug. Nou, een heel gemêleerd gezelschap. Nou, lekker bond. En dat zegt ook wel eigenlijk over hoe deze techniek nu in alle sectoren zichtbaar is. Ramon, je werkt bij Nathan. Wat doe jij daar? Ramon Frerichs, ik ben verantwoordelijk voor de sales in Midden-Nederland. En dan vooral richting ontwikkelaars, adviseurs en exploitanten. Waar we veel aan in voortrekken optreden en om tot een goed energieconcept te komen. En dat gaat eigenlijk vanaf begin tot eind. Hè, dus wat je net al aangaf van bron tot een afgiftesysteem en alles wat ertussen zit. Ja, ja. Oh. En waar zie je de groei bij jullie?
Ja, individueel, dat is wat lastiger om te checken. Hè? Want daar zitten we op dit moment, zaten we al heel erg in. En dan zie je een behoorlijke groei. Ook gezien de huidige regelgeving, hè, vanuit de markt die ons opgelegd is door de overheid. Maar we zien ook veel collectiviteit. En vooral de collectiviteit van tussen de 20 en de 40 appartementen. En wat voor ons de trajecten zijn vooral ja, grootschalige woningbouw en dan grote collectieve systemen. In een woontoren bijvoorbeeld hebben we er al een heel aantal van gedaan. Ja, daar zien we dadelijk een paar hele mooie voorbeelden voorbij komen. Maar we zien vooral dat de variëteit aan bronnen enorm toeneemt. Hè. Vroeger had je eigenlijk luchtwatersysteem, bodemgebonden, dat was het wel. Maar er is veel nieuws onder de zon wat dat betreft. Ja, terecht wat je zegt. Hè, de grootste, grootste aandeel was echt wel luchtwater en marine water. Nou, we zien hier ook een aantal voorbeelden met, ja, ik noem het maar toch wel innovatieve snufjes ook die we laatst het vaker zien. Een stuk zonthermisch, hè, de combinatie met een PV-paneel. Zo komen we soms op terug met een PVT-systeem. Woonarken wat met wisselaars in de constructies. Damwanden. Ja, je ziet gewoon tegenwoordig heel veel oplossingen, eigenlijk eindeloze oplossingen. Steeds nieuwere bedenksels waar we mee aan gaan kunnen met goede rendementen. Ja, heel goed. Ik zie ook bij de kijkers, er wordt terecht even opgemerkt van, goh, er zitten ook wat mensen vanuit de scholing en energiecoöperaties. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal sectoren die hier bij horen. Dus hartstikke goed en welkom vooral hoor. We zien daar rechts nog even een damwand. Hè? Dat is misschien wel aardig om even te noemen, Ramon. Ja, het is een damwand waar een collector op vast is gelast. Die damwand staat in contact met water en die energie onttrekt het collectorsysteem aan het damwand en uiteindelijk het omliggende water. Ja, het is eigenlijk overal waar een temperatuurverschil staat, is er een bron voor warmtepomptechniek. Ja, uiteindelijk zeker, ja. En wat misschien nog wel een leuke is, die staat er weliswaar niet op, maar dat wordt voor de toekomst denk ik een hele belangrijke, is restwarmte. Waar je natuurlijk met heel veel industrie, met de restwarmte, prima eigenlijk gebruikt kan worden. Op wijkniveau misschien zelfs, hè, want daar doen we ook al een aantal projecten in. Dus die restwarmte moeten we zeker niet onderschatten. Ja, we zijn wel even benieuwd naar wat uw ervaringen zijn met warmtepomptechniek so far. Ik bedoel, staat u er nog redelijk groen in of bent u al een ervaren warmtepompgebruiker of installateur of bouwer? Daar hebben we ook nog even een polletje voor die u even in mag vullen. En dan zien wij daar meteen ook de resultaten voor. Even heel even in basic, Matthias, de techniek van een warmtepomp. Waar praten we dan over? Ja, ik zal proberen heel kort te houden. Ja, linksbovenin zie je de verdamper. Daar waar de bron eigenlijk op gekoppeld wordt. Hè, dus of het de luchtwaterwarmtepomp of de brinewaterwarmtepomp. Ja, naam zegt daar eigenlijk al, die verdampt een vloeistof naar gas. Je wordt vervolgens in de compressor, wordt gas samengeperst. Ontstaat een hoge druk, maar ook een hoge temperatuur. En dermate hoge temperatuur. Dat we daarmee in de condensor daar warmte energie uit kunnen halen voor het afgiftsysteem in de woning of in het object. Daardoor daalt wel weer de temperatuur van het gas. Gaat uiteindelijk ook weer terug naar een vloeistof. En doordat de vloeistof nog wel onder hoge druk staat, komt hij in het expansieventiel. En gaat expanderen eigenlijk. Waardoor er weer een lage druk ontstaat. Ja, en dan begint de cyclus eigenlijk even weer helemaal opnieuw. Ja, helemaal goed. En hoe meten we rendement? Ja, rendement praten we bij warmtepompen over COP of SCOP. COP wil heel plat zeggen, het is een coefficient of performance. Je hebt een COP van 4, dan stop je er 1 kilowatt thermische energie in, of elektriciteit in. En krijgt er 4 kilowatt thermische energie voor terug. En hoe hoger dat getal, ja, hoe beter. Ook wel belangrijk om daarbij te vermelden, ga altijd wel appels met appels vergelijken. Want je hebt COP, SCOP. COP is bij een vastgestelde temperatuur. SCOP is door het hele jaar heen genomen. En daar zit wel verschil in. Ja. Ja, en dat is ook weer van de bron afhankelijk natuurlijk. Exact, ja. Ja, ja, ja. Koude middelen, daar is ook nog wel even wat, daar speelt ook het een en ander. Ja, zeker. Ja, je ziet natuurlijk dat de zwaardere, koudere middelen, die worden op dit moment uitgefaseerd. De vervuilende. Vrieshuizen, hè, de zie je dat vooral. En je ziet dat er veel al wordt gegrepen naar koude middelen als propaan, hè, wat we een jaar of 4 geleden ook hebben geïntroduceerd bij onze luchtwatermachines. Met een heel laag GWP, hè, van 3. Maar je ziet ook bijvoorbeeld ontwikkelingen met een koude middel 454B, wat een GWP heeft van 466, R32. Er zijn behoorlijk wat ontwikkelingen ten aanzien van koude middelen op dit moment. Ja, maar het moet vooral heel milieuvriendelijk zijn. Absoluut, en, ja. Alles weer in verhouding weer tot het equivalent, hè, ja. CO2. Wat ja. het, uh,
Helemaal goed. Okay. Ik heb nog een uitslag voor de poll voor u. Bij mij is die even weggesprongen, maar ik heb hem een klein beetje onthouden. Is dat we toch wel de helft van de kijkers in ieder geval nog beperkte ervaring heeft met warmtepomptechniek. Dus daar hebben we hier vandaag maar even rekening te houden met alles wat we hier aan het uitleggen zijn. Hartstikke goed. Wat we tegenwoordig veel zien, je zei het straks al, Ramon, is de collectiviteit. Hè? Die zien we steeds vaker opduiken. Wat zijn aspecten bij collectieve installaties, waar we, wat zijn eigenschappen daarvan eigenlijk? Ja, wat je vaak ziet is dat de ruimte, hè, die beschikbaar is. Ga je iets collectief, heb je hoogbouw bijvoorbeeld, dan is het vaak eenvoudig om iets collectief op te zetten. Soms is er bijvoorbeeld een exploitant bij. Die zit niet te wachten op allerlei individuele woningen bijvoorbeeld. En die zegt van ja, ik wil het wel exploiteren, maar dan wel als een collectief. Hè? En dan individueel gaan bemeteren en afrekenen bijvoorbeeld met je bewoners. Soms is het ook een oordeel bijvoorbeeld dat je zegt van ik heb mijn boorcapaciteit is beperkt. En de ruimte is beperkt om te boren. Ik ga het niet allemaal individueel oppakken. Maar ik ga efficiënter boren voor een heel pand. Waardoor ik misschien wel 5 tot 15% aan boringen uitspaar. Ja. Dus financieel kan het ook een belangrijk in de collectieve situatie krijgen we natuurlijk ook te maken met exploitanten. Dat kan zeker. Het kan een vereniging van eigenaren zijn, hè, die daar iets in gaat betekenen. Maar je ziet nu, ja, met de, vooral de grotere trajecten die er lopen op wijkniveau, maar ook voor grote woongebouwen met een woontoren met 400 appartementen. Ja, daar zit er vaak toch wel een exploitant bij. Ja. Dus dat is ook best een uitdaging weer, die hele infra, hè, wat je daar dan ook mee van doen krijgt. We gaan u in dit webinar een aantal troeven voorleggen. Nou, dat zijn in feite niets anders dan concepten. Die gaan we even stap voor stap met u doorlopen. Dat betekent dat we even gaan kijken naar wat zijn nu de eigenschappen van die concepten. We hebben een voorbeeld uit de markt gehaald om u te laten zien hoe die installatie eruit ziet. Maar ook even aan de achterkant gekeken naar van ja, wat zijn nu specifieke aandachtspunten waarbij je rekening moet houden met zo'n concept. Nou, we trappen even af met de eerste. Dat is de klassieke bodemgebonden warmtepomp individueel. Jullie hebben er heel veel geplaatst, Ramon. Kun je het kort even uitleggen hoe dit concept eruit ziet en wat de aandachtspunten zijn? Ja, wat je hier ziet, op de afbeelding zie je de warmtepomp staan. Dat is een aardwarmtepomp, een marine waterwarmtepomp in dit geval. Daar is een bron aangesloten, een gesloten verticale bodemwisselaar. Waar waterglycolmengsel doorheen gaat en die zeg maar de energie onttrekt aan de aarde om de collector heen. Supermooi systeem, hij is super stabiel. Hè? Vanuit de grond heb je natuurlijk een hele stabiele factor, waar de lucht kan variëren in de winterdag van 0 tot min 14 afgelopen winter. Heb je hier onder de grond eigenlijk altijd een stabiele temperatuur, waardoor je ook je rendement eigenlijk altijd stabiel is. Je passieve koeling aan boord, wat een super mooie iets is. Want je hebt tegen een heel laag bedrag heb je koeling. Het zijn twee circulatiepompjes die je uiteindelijk laat draaien. En daarmee heb je je koeling eigenlijk in huis ook geregeld. Hoog rendement. En wat misschien nog wel leuk is op deze, is dat nieuwe gelijkwaardigheidsverklaring op dit moment hebben voor de WZS warmtepomp, de combi warmtepomp zoals je hem hier ziet. En die komen er echt fantastisch uit. Die staan volgende week, zijn die beschikbaar via Uniek en dat is in de verschillende programma's. Voor de bang. Regeltechnisch ook een ander ding, hè? Die Theo Juli. Die koeling die wordt steeds belangrijker in de woningbouw. Hè? Ja. Kun je heel kort uitleggen wat die Theo Juli inhoudt? Ja, je noemde het net al bang. NTA 8800. Ramon noemde het al passief koelen. In de bang is een getal opgenomen. Dat noemen ze Theo Juli. Dat is een getal van 1,2 waar je aan moet voldoen. Wat eigenlijk indicatie geeft om overwitting van de woning te voorkomen. In de wet en regelgeving is opgenomen dat zodra je actief gaat koelen, dat je automatisch voldoet aan Theo Juli. Werd net al passief gezegd. Ja. Dat is wel het verschil. Wij praten bij warmtepompen over passief koelen, omdat er dan geen compressor in schakelen, alleen een circulatiepomp laten draaien. In de Theo Juli praat men met dat soort koeling over actief koelen, waarmee je meteen voldoet. Dus een hele goedkope variant om te kunnen koelen en om te kunnen voldoen aan je Theo Juli. Ja, maar dat zal ook wel betekenen dat er weer meer vraag gaat komen naar warmtepomptechniek in de nieuwbouw. Gasloos is tegenwoordig sowieso geen optie meer. Maar het komt wel, de warmtepomp komt er wel goed uit in de nieuwe regelgeving. Dat geldt naast marine water natuurlijk ook voor alle warmtepompen die kunnen koelen. Ja. En daarmee kun je voldoen aan je Theo Juli. Ja, helemaal goed. We hebben een praktijksituatie in Bodegraven, waar 132 woningen voorzien zijn van die individuele bron. Die warmtepomp zien we hier heel mooi onder de trap staan. Kun je vertellen wat de bijzonderheden zijn van dit project, Ramon? Ja, nou goed, in de basis wilde de ontwikkelaar de opdracht geven. En die,
die wilde één aanspreekpunt. Dat was een belangrijk item om voor ons te kiezen in dit geval. Dus dat had te maken met de bronnenboren, maar ook de warmtepomp en het afgiftesysteem. En natuurlijk de communicatie die heel belangrijk is in dit soort trajecten. Want ja, heel veel bewoners zijn nog niet bekend met de warmtepomptechniek en zul je moeten gaan voorlichten. Daarnaast waren er wat technische uitdagingen. Eén was ten aanzien van de boringen. We konden op dat moment konden we het allemaal precies redden in de planning. Dus dat is allemaal heel mooi gelukt in dit traject. En het geluid. Onze conculega in dit geval, die had een warmtepomp die toch aanzienlijk veel meer geluid maakte. En met deze warmtepomp konden we hem onder de trap kwijt zonder extra aanvullende maatregelen onder de trap. Ja, dus qua isolatie. En we praten niet vaak alleen over productie van het buitendeel. Daar komen we straks nog uitgebreid op terug. Maar weet je, ook het binnendeel maakt geluid en moet in een goed afgeschermde ruimte staan. Ja, zoals je hier ziet, hij staat onder een trap. Vaak een trap die grenst aan een woonkamer of verblijfsruimte. Daar is geluid echt wel een issue. En er moet goed naar gekeken worden. Ja. Ja, en hier kwam het heel mooi uit. Ja. Ja, we gaan even kijken naar de selectie, hoe je uiteindelijk tot de keuze voor de juiste warmtepomp komt. Want daar zitten wel wat haken en ogen aan, Matthias. Ja, we hebben het er natuurlijk veel vaker over gehad. Begin altijd bij het begin, dat is de warmtepriesberekening. Dat je echt weet van hoeveel vermogen heb ik in een woning nodig. Hou daarbij rekening met de verschillende bouwkundige factoren. Denk aan isolatiewaardes, waardes van het glas. Wat voor soort ventilatie past er toe? Hoe kun je dicht is hij? En vooral het stuk ventilatie ook wel een extra aandachtspunt. Met systeem C, de natuurlijke toevoer, mechanische afzuiging, scheelt ongeveer echt wel een derde van je vermogen wat je extra nodig hebt ten opzichte van WTB. Alleen koppel daar ook alsjeblieft heel het thema comfort aan. Met systeem D heb je gewoon een hogere temperatuur wat je inblaast. Systeem C, vooral in de winterdag, haal je echt koude lucht naar binnen, wat echt als tocht kan ervaren worden. Nou, als je eenmaal weet van hoeveel vermogen heb ik nodig, dan gaan we kijken naar wat voor beta factor willen we toepassen. Ik noem het even met een heel makkelijk voorbeeld. Een beta factor wil eigenlijk niks anders zeggen. We hebben 10 kilowatt nodig. We installeren 8 kilowatt compressorvermogen, waardoor je een factor 0,8 krijgt. En dat wordt uiteindelijk doorgerekend. Wil zeggen dat je dan 96-97% van de energiebehoefte kun je mee dekken. En dan die laatste 3-4% van je energiebehoefte kun je elektrisch bijstoken met een elektrisch element. Is op zich helemaal niks mis mee, want je praat maar over een x aantal uren per jaar. Ja, zet je dat om naar kosten tussen 30 en 40 euro per jaar aan extra energiekosten. Alleen daarmee krijg je wel veel mooiere, stillere installatie, eigenlijk die gewoon veel rustiger werkt. Ja. Wat misschien nog wel een leuke is ter aanvulling. Hè? Het is maatwerk inderdaad. Ja, elk project is anders. Berekeningen die eraan de grondslag liggen zijn anders. Waar vroeger natuurlijk veel werd gerekend met een standaardwaarde vanuit woningborg, werd het geaccepteerd met een factor eigenlijk de helft van de ventilatieverlies te rekenen. Ja, zie je dat niet meer terugkomen in de huidige regelgeving, waardoor uiteindelijk met een beta factor eigenlijk niks anders doet dan dat je in het verleden deed, hè, met de helft van de ventilatieverliezen. Alleen je moet het eigenlijk zwart-wit op papier moet je het gewoon geregeld hebben. Ja. Dus ik verwacht ook met dit soort trajecten, met een beta factor van 0,8 op een warmtepomp met briene water, gaat het elektrisch element gewoon niet inkomen. Nee, het hele traject van warmtevriesberekening en dat soort zaken. Komen jullie nog vaak tegen dat installateurs of bouwers dit niet voor elkaar hebben? Het komt nog met enige regelmaat voor, klopt. Ja, dan wordt letterlijk gewoon een blanco teken naar ons toegestuurd van hier moeten wij een warmtepomp voor selecteren. Hoe doe ik dat? Ja. Nou, dan gaan wij zelf wel de vraag terugleggen. Willen wij daar een fatsoenlijke berekening voor kunnen maken? Ja, we hebben bepaalde informatie nodig. Doorsnee is ook heel veel van belang. En denk daar ook aan afgifte. Hè? Wat voor soort afgifte ga ik in de woning toepassen? Ja. En wat zit er tussen het afgifte en de warmtepomp? Ja, wat voor soort leidingwerk, wat voor dimensionering moet ik toepassen? Ja. Warmtepompen werken over het algemeen met een kleinere delta T, kleiner temperatuurverschil. Wat uiteindelijk resulteert in een grotere volumestroom. Ja. Dus je zult je ook je diameters van je leidingwerk soort op aan moeten passen. We hebben zeg maar die warmteverliesberekening even losgelaten op dat desbetreffende project in Bodegraven. En daar komt deze curve uit. Ja, dat klopt. Dit is eigenlijk een selectiecurve. Hè? En wat mooi is aan dit toestel, is dat het een modulerend toestel is. Hè? Dus je kunt vanaf 1,25 kilowatt tot 5,95 kilowatt kun je hem inzetten. Dus hij is breed inzetbaar. In dit geval zaten we op 4200 watt wat benodigd was. Daar is die toestel ook op uitgelegd. Wij hoeven daar qua regeltechniek op de warmtepomp niets op aan te passen. Het voordeel is dat we
waar je vroeger een warmtepomp pakte van 4,2 kilowatt, wij nu wel tapwater kunnen bereiden op bijvoorbeeld 6 kilowatt. Waardoor je sneller je warm water weer op temperatuur hebt en daardoor ook een betere gelijkwaardigheidsverklaring krijgt. Want dat is ook wel belangrijk natuurlijk, hè? Want die is voor de bank super interessant. Dit is van BTW gekozen in dit verhaal. En als je kijkt in de curves, daar hebben we even bij 0 graden bron. Hè, want dat is het minimale waar we in een aardwarmtesysteem vanuit moeten gaan. Hebben we aangegeven van, hey, waar ligt die dan op de lijn? Dus dat kun je heel mooi uit de curves. Dat is ook allemaal, als je bij ons op de website kijkt, is het allemaal beschikbaar. Het is ook geen abracadabra of geen gevogel. Het zijn gewoon getallen zoals het zijn. Ja. En zoals het hoort. Ja. Je ziet nog even wat hij in tapwater doet, hè? Ja, en wat wij altijd ook richting de gebruiker willen aantonen van, joh, wat heb ik dan aan warm water? Wat voor gevoel krijg ik erbij? Ja. Waar vroeger die ketel wel op 24 kilowatt doorknalde en onbeperkt tapwater gaf, van 8 liter per minuut, hebben we met een warmtepomp, omdat we een lager vermogen opstellen, natuurlijk voorraad nodig. Ja, die voorraad die is natuurlijk beperkt. Op een gegeven moment dan kan die op. We zagen net onder die trap 200 liter staan, geloof ik, hè? Ja, dat is een 180 liter. Dat is normaal? Dat is prima voor een eensgezinshuishouden? Ja, prima. Je hebt ruim 300 liter van 38 graden beschikbaar. Ja, en zoals je hier op het afbeelding kunt zien, er staat een opwarmtijd van de buffer, die zit op 38 minuten. Dus is hij tot 38 graden gezakt, of daaronder, dan duurt het nog 38 minuten en dan heb je hem op temperatuur. Ja. Dus dat is relatief snel weer. En het is eigenlijk voor de meeste huishoudens is het een prima oplossing. Ja. Ik heb een kijkersvraag binnen. Die gaat even naar aanleiding van de eerste slide waarin we de verschillen tussen individueel en collectief benadrukten. Dat is een vraag van Ron Schamp. Dat is een hele goede vraag. Vanaf hoeveel eenheden, in zijn geval zijn dat appartementen, is een collectieve oplossing interessant in relatie tot individueel? Dus waar ligt een beetje het wisselpunt? Ik ken Ron. Hi Ron. Goeiedag. je moet het vooral wat heel erg afhankelijk is je situatie waar je in zit. En aantallen zijn wel belangrijk. Wat we nu zien is dat we met een hele kleine extra meer investering qua bemetering kunnen we een collectief bronnet maken. Als je het hebt over aardwarmte. Waardoor je heel efficiënt kunt boren en je boorprijs dus een stuk omlaag gaat. Maar vanaf hoeveel woningen praat je dan? Ja, dan praat je toch wel met 10, 12 woningen. Wordt het al interessant voor boringen. Als je puur kijkt naar boringen. Ga je kijken denk ik, naar de individuele oplossing. En dan kijk ik ook even Matthias aan. Dan kun je tot 10 woningen prima ook individueel doen vaak. Hè? Omdat je dan toch niet dusdanig hoog gestapeld hebt. Dat je niet allerlei buitendelen op je gebouw krijgt. Ja, dan denk ik dat je meer eerder met een collectief systeem richting de 25-30 woningen gaat. Ja, en heel goed. We hebben dadelijk ook nog een paar voorbeelden van gestapelde bouw. Dus wellicht zit daar nog wat interessants bij. We gaan even kijken naar de volgende troef. En dat gaan we het eigenlijk zeg maar even de bron collectief maken. Wel de warmtepomp individueel. Dat betekent dus eigenlijk dat we het warmtenetje op wijkniveau gaan krijgen. Kun je dit toelichten, Ramon? Nou ja, goed. Wat je ziet natuurlijk is dat het waar je vroeger één woning had in een wijk die een warmtepomp had. Hè? Dat was echt een unicum. Dat waren de early adapters die voor die warmtepomp gingen. Zie je natuurlijk nu dat we net al gezegd, vanuit de eisen, vanuit de overheid, gewoon aardgasloos moeten gaan bouwen. En zie je ook dat daar ook gemeenten op in gaan springen en zeggen van, ja weet je, als ik nu iets ontwikkel, dan is het al sowieso aardgasloos. Maar waarom ga ik geen complete infrastructuur aanleggen voor een aardwarmtesysteem? Nou, dit zijn verschillende trajecten in Nederland. Ook die hebben we ook nog in aanvraag op dit moment lopen voor een open collectieve bron. Dus dan krijg je één groot bronsysteem, individuele warmtepompen. Het verschil zit hem hierbij dat je een bron hebt waar je dus niet water circuleert door een gesloten wisselaar. Maar dat je daadwerkelijk water onttrekt uit de gat, zeg maar uit de warme bron en je stopt het aan de andere kant. Tussen open en gesloten. Ja, dat is eigenlijk ook het verschil gelijk voor tussen het open en gesloten systeem. Dus we onttrekken water daadwerkelijk, wat we over een platenwisselaar leggen. En dan de wijk in zetten. Dat leent zich ook niet voor kleine woningen. Zeg maar even kort door de bocht. Daar heb je ook behoorlijke trajecten, wijken voor nodig om het haalbaar te krijgen. Ja, dit zien we heel veel. Maar wat we ook veel zien met collectieve open bronnen. Eigenlijk collectieve systemen. Is dat je natuurlijk op grote woongebouwen zit waar een collectief bronnet komt. Mm-hmm. Daar hebben we nu ook een project in Rotterdam mee lopen op dit moment. Waar dus volledig allemaal individuele warmtepompjes worden gezet met een collectief distributiesysteem en een bron. Ja. Echt ook een mooie oplossing. Ja. Daar hebben we een voorbeeld van. In Naaldwijk. Ja, in Naaldwijk.
Ja, dat klopt. Hier hebben we ook een WSDS-warmtepomp hebben we hier toegepast. We zaten hier vooral met de uitdaging, of tenminste onze opdrachtgever, de vermogens die hij moest hebben, had de desbetreffende fabrikant niet. Het ging om de wat grotere woningen die we daar hebben gedaan. En daar is gekozen voor ons systeem, omdat we daar een oplossing hadden van 4 tot 22 kilowatt, zeg maar. Allemaal aangesloten dus op een door derde geleverd open bronsysteem. Geluidsniveau is super stil. Dat was ook wederom weer een eis. Dat zie je toch in de huidige regelgeving voor bouwbesluit. Correct me if I'm wrong, maar volgens mij mogen we niet boven de 30 decibel komen per in de verblijfsruimte. Hè? Dus dat is best wel stevig. Ja. Ja, en we hadden hier de combinatie met tapwater, konden we in de meerwerkoptie, konden wij ook grotere tapwatervaten konden wij hier aanleveren. Hier hebben we dus de bron niet gedaan, wel de afgiftekant. Dus we hebben het een en ander wel goed op elkaar kunnen afstemmen. Zit hier een aantal zaken waar jullie mee te maken gehad hebben? Ja, er zit echt wel een verschil. Hè? Wij met een open bronsysteem willen we eigenlijk geen ongewenste stroming vanuit het bronnet over de warmtepomp hebben. Dus daar zit een klep in plaats van een pomp. Die klep wordt opengestuurd om naarmate er vraag komt vanuit de installatie. Daarnaast zit je natuurlijk met een stukje inregelen, hè, voor zo'n treed. Je kunt je voorstellen als je, zoals in Amsterdam, waar we nu mee bezig zijn, 1300 woningen hebt. Als je daar niet inregelt, ja, dan heeft het eerste woningje voldoende water, maar het laatste woningje heeft helemaal niks meer. Dus dat, en er zit zoveel achter, daar hebben we met dynamische ventielen hebben we daar naar gerekend. Ja, en de flowbewerking is belangrijk. Als we omwille van lucht, of we zitten omwille van storingen in de technische ruimte, met een probleem in het bronnet, ja, dan kan het niet zo zijn dat mijn warmtepomp aangaat. Want op het moment dat je water aan de andere zijde hebt van je koude middel, en ik heb geen flow meer, dus geen aanlevering meer van warmte, en dan krijg ik ijsblokjes in mijn verdampen. En dat wil niemand. Nee. Dus daarom zit de flowbewaking erin. Ik heb ook een vraag binnengekregen van Dirk van Zwienen, of deze troef ook mogelijk is bij stadsverwarming. Nou ja, hoe bedoel je, de opwekking? Dat staat er niet bij, maar ik zag net in de comments ook al staan van dat men op zoek was naar oplossingen die al dan niet stadsverwarming vervangen of een aansluiting mogelijk maken op stadsverwarming. Nou, eigenlijk is dit een soort van stadsverwarming. Ja. Echt, alleen je distribueert niet de warmte van 60, 70 graden. Je distribueert bronenergie eigenlijk. Van lagere temperatuur. Ja. Van een veel lagere temperatuur. Het zou, wat je nu ziet in mijn watertraject, waar wij ook veelvuldig aan het werk zijn, hè, en waar wij dus, zeg maar, leverancier voor zijn, zie je gewoon dat er bijvoorbeeld warmte wordt geleverd door omliggende bedrijven. Een datacenter die een warmteoverschot heeft, die wil alleen maar koelen namelijk over die apparatuur. Die stopt de warmte in het net, terwijl de woning ernaast de energie nodig heeft om te verwarmen. Dat soort netten, die vijfde generatie distributienetten, ja, dat gaat veel groter worden. Daar zit echt toekomst in, ja, op wijkniveau, want anders is het niet haalbaar. Ja. Helder. Bedankt voor je vraag, Dirk. Ik heb ook nog een vraag van Bas Stensen. Wat is de tapwaterbewaartemperatuur en wat is het advies ten opzichte van legionella preventie in die opslagvaten? Om zo min mogelijk energie te verbruiken, maar wel legionella te voorkomen. Ja. Gaat u dat verder beantwoorden? Ja, kijk, in principe dat om legionella te voorkomen weer boven de 60 graden zitten. VWN verwacht ook 58 graden op je tappunt. Dat je daar moet kunnen voldoen. Wil niet zeggen dat je dan ook je warmtepomp constant op 58 of 60 graden moet instellen. Dat mag best wat lager. Als je maar sowieso één keer in de week gaat desinfecteren. En dat kan gewoon elektrisch in de warmtepomp. Wordt automatisch geregeld, waardoor je je boilertemperatuur wel iets lager in kunt zetten. Natuurlijk het mooiste is om die temperatuur wat hoger te houden. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Dat je nog meer comfort krijgt op je tapwater. Maar het zou niet hoeven. Ja. Helemaal helder. We hebben ook voor jullie even in dit concept even de vermogenscurve gemaakt. Kun jij die toelichten, Mathieu? Ramon, denk ik. Ramon? Ja, waar we net een curve zagen waar we uitgingen van een bron van nul. Het is even om aan te geven van hoe mijn vermogens liggen, hè, met de een en hetzelfde toestel. Kun je zien in een blauwe lijn leveren wij op de warmtepomp met een temperatuur bron van 0 graden en een afgiftesysteem van 35 graden leveren 7,7 kilowatt met deze warmtepomp. En met diezelfde warmtepomp levert 10 kilowatt ruim op het moment dat ik een bron heb van 10 graden. Ja. Dus ook hierin is selectie super belangrijk. Is tevens altijd weer maatwerk, zodat je juist het toestel selecteert.
in de oude gedachte dat je zegt van ik heb 7,7 kilowatt nodig en je hebt een ander bronsysteem hier aan zitten, ja, dan had je 3 kilowatt te veel opgesteld. Had je misschien ook nog wel 500 euro in de zak kunnen steken. Ja. Voor een ander toestel. Ja. Dus, en dat is natuurlijk ook mooi voor je rendement. Want met dit soort systemen, waar we met een bron van 10 graden werken, ja, dan praat je toch al gauw over COP's die gaan ver over de 6. Ja. Dus, want het opgenomen vermogen uit het elektranet, dat wordt niet groot, hè? Maar je opbrengst wel. Ja. Dus dat is super interessant. Hier zien we dan even hoe zo'n technische ruimte eruit zien. Die zijn niet klein. Nee, nou heel kort. Want ja, dan zou je het hele schema erbij moeten hebben. Hier zie je wat platenwisselaars van het open bronsysteem. Hè? Dus de scheiding tussen bron en tussen jouw distributiesysteem de wijk in. Dit is daadwerkelijk zo'n systeem waar door de wijk in gaat. En waar allemaal individuele warmtepompen op zitten. Nou, rechts zie je de pompen. Nou, als Matthias ernaast zou staan, dan is hij bijna net zo groot. Ja. Dat soort pompen praten we over met DN-maten van... Van de buis, die gaan richting de 30, 40 millimeter. Die zorgen voor de distributie door de wijken. Ja. Zie je, in dit systeem doen ze 1300 woningen. Ja. Nou, ik zie dat je er helemaal warm voor wordt. In Amsterdam. Ja. We gaan gauw door naar de volgende troef. En dat is eigenlijk een collectieve bron. Maar waarbij we op woningniveau het tapwater gaan verzorgen middels boosters. Ja, dit is ook zo'n concept wat steeds meer opkomt. Ook... gezien de bang, zal Matthias straks nog wel iets over vertellen. We hebben geen hoogtemperatuur distributie in dit concept. We hebben te maken hier met een bron aardwarmte. In dit geval is dat een verticale bodemwisselaar. Collectief een technische ruimte waar zeg maar, de warmte wordt gemaakt. En natuurlijk de koude wordt gebruikt vanuit het bronnet. We zorgen hier voor distributie van 4 pijpen door het hele pand heen. En decentraal gaan we dan tapwater maken. En dat doen we met de boosterwarmtepomp. Je moet de boosterwarmtepomp zien eigenlijk als tweede trap. Hè. Je zit hem hier in het schemaatje aangesloten op het cv-circuit. Die heeft dus eigenlijk een bron. In dit geval het laagtemperatuurverwarmingssysteem van 30 graden, zeg maar. Daar onttrekt hij zijn energie uit en met een eigen compressor maakt de boosterwarmtepomp heet water. En dat kan hij tot 65 graden prima doen. Hij is superbreed inzetbaar. Dus inzetbaar van distributienetten van 10 tot 55 graden. Op te verdampen, oftewel zeg maar aangesloten op de booster hè, als bron. Dus ook voor restwarmte trajecten zou dit een supermooie mooie oplossing zijn. Ja, nou, weinig transportverlies. Ja, dat is een hele belangrijke in dit concept. Wat je hebt hier 4 pijpen in het, die allemaal relatief lage temperaturen hebben. Waardoor je dus die opwarming van die schachten, hè, want ja, dat is allemaal energie wat je uiteindelijk van je hoogtemperatuur net krijgt. Ja. Dus, voordat we dadelijk even naar een voorbeeld gaan kijken, heb ik hier nog een vraag van Jan-Willem Oortwijn. En die maakt zich zorgen over de temperatuur van de bron. Of hoe wordt de temperatuur van de bron gewaarborgd? Oftewel, wordt die in de zomer opgewarmd? Nou ja, wat je met open bronsystemen ziet, is natuurlijk dat er altijd een regeneratie-eis aan zit. Hè? En dat vaak zie je dat er een tekort is aan koeling, waardoor je een koeloverschot hebt. Hè? Om je bron, die moet je laden, dus je moet er weer meer warmte in stoppen. Dan moeten de voorzieningen worden getroffen. Kan op verschillende manieren. Kan met draaikoelers, dat kan om die energie, die koude, over uit te wisselen aan, ik zeg maar wat, de vijver van de buurman op aquathermie. Ja. Zeg maar even, het moet wel een hele grote vijver zijn trouwens. Maar wij houden dat zelf allemaal, het open bronsysteem kunnen we goed bemeteren, moeten we ook aan bemeteren. Kijken naar gesloten systemen heeft puur met een ontwerp te maken. Ja. Wij moeten ontwerpen volgens de BodemNL op een minimale waarde van 0 graden. En daar moet een goede warmteverliesberekening hangen. Ja. Zonder warmteverliesberekening krijg je ook geen BRL. Dus er zijn een aantal stappen die je daarin moet nemen. Uiteindelijk je uitgangspunten zijn er super belangrijk in. Dus ook je EED-berekening die we moeten maken vanuit het boorbedrijf. Die geeft aan, ik heb zoveel boormeters nodig voor deze woning met deze capaciteit. Ja. Wederom, maatwerk. Ja, ik wou zeggen, eigenlijk waar we mee begonnen. Het is maatwerk, ieder plek is maatwerk. Hele terechte vraag overigens. Ja, maar alleen betrek daar de adviseurs, experts, mensen met kennis. Betrek die in een vroeg stadium erin. Dat je ook in een heel vroeg stadium kunt bepalen of iets haalbaar is of niet. Er kunnen natuurlijk zich situaties voordoen dat het niet haalbaar is. Ja, dat moet er ook eerder kunnen zeggen. Ja, ja. Nog een leuke aanvullende vraag hier krijg ik van Jos Andriessen. Kun je in het voorjaar de warmtepomp uitschakelen en dan tapwater wel op temperatuur houden? Ja, je zult je buffertemperatuur in de gaten moeten houden. En de vraag van je gebouwen natuurlijk. Ja, ja. Kijk, je tapwater, in dit geval met boosterwarmtepompen, kun je natuurlijk met
zou je met 10 graden temperatuur zou je nog je tapwater op 58 kunnen op 58 graden kunnen krijgen. Waardoor je voldoet aan 55 graden op het tappunt. Tenminste, als je niet te veel verliest onderweg. Ja. Daar gaan we maar vanuit. Dus ja, het hangt puur van het systeem af. Soms kan een thermisch systeem erbij naast, kan soms wat toe leiden dat je een heel periode, bij wijze van spreken, geen warmtepompenergie nodig hebt. Ja, door, dat zou door de zon te gebruiken. Door de zon te gebruiken, bijvoorbeeld. Ja. Of niet douchen is ook een optie. Ik weet niet of dat de standaardste optie is. We hebben project Hellasduin hier in Den Haag, waar zo'n systeem met boosters is toegepast. Hè? Ja, dat klopt. Dat is wel leuk hoe dit tot stand is gekomen. Een goede relatie van ons had dit in opdracht. Die kwam met een concept laag temperatuur verwarming. En wel koeling apart. Dus er moest warmte en koude aangeboden worden. En tapwater hadden ze de elektraboiler bedacht. Nou, er zitten behoorlijke appartementen zitten in dit appartementengebouw. Ja, en als je dan kijkt naar het opgestelde vermogen wat je dan moet hebben voor tapwater, voor een elektraboiler, buiten het energetisch om, was dat dan wel de verstandigste oplossing. Ja. Uiteindelijk hebben we dat met opdrachtgever, in dit geval was dat een CPO, hè, met een vertegenwoordiging. Okay. Een collectief particulier opdrachtgeverschap, komen we overigens ook steeds vaker tegen. En is uiteindelijk overlegd en zijn we gekomen tot het boosterconcept. Ja. Dat het veel mooier was, energetisch gezien, hè, omdat ik alles laag temperatuur kan doen. Ik heb die opwaardering, zonder al te veel warmte verliezen. En daar is uiteindelijk hier voor gekozen. Ja, we hebben er een aantal die nu kijken. Tenminste, we hebben particulieren en ook particuliere opdrachtgevers die kijken. Wat zijn zaken die daar specifiek nog voor toepassing zijn? Even overal bekeken. Nou ja, wat je wel ziet met een collectief systeem, is dat je toch wel dat je niet voor 5 woningen moet doen. Ja. Ik zeg maar, dat wordt gewoon te duur. Dan worden de centrale voorzieningen te duur ten opzichte van per individu dan gerekend. Dus hier zie je al gauw inderdaad, dan zit je zo'n beetje om bij die 30, 40 appartementen. Dat het interessant wordt om het iets collectiefs te doen. Ja. Dan is misschien een collectieve bron leuk met bijvoorbeeld individuele warmtepompen. Ja, het blijft heel saai, maar dat is echt maatwerk die je echt per project elke keer weer opnieuw moet bekijken. Ja, de boringen bij je, dat was ook spannend, hè? Nou ja, hier zaten we met wat afstanden tot de gevel. Wij hebben normaal een vrijheid tot ongeveer zeg maar 3 meter waar we mogen boren buiten de gevel. We waren wat laat in het traject. Als we iets eerder waren geweest in dit traject, maar goed, dat is niet gelukt omwille van de planning. Dan hadden we wat korter op de gevel kunnen boren, hè, voor de tijd, dus voordat de bouwwerkzaamheden waren begonnen. Dit kwam allemaal net op het plot, dus dat was een grote uitdaging. Want er zit een heel gedeelte kelder onder. Uiteindelijk is dat helemaal mooi gelukt. Volgens mij mochten we zelfs, maar dan ben ik heel even kwijt, nog iets dichter op de gevel. Dat kan ook, hè. In overleg met de constructeur mogen we soms wat dichter op de gevel gaan boren. Planning was ook een uitdaging. Ja, dat zei ik al, hè, omdat we wat later in het traject kwamen. We zaten toen op behoorlijk wat leeftijden. Ja. En gelukkig hebben we dat nu ruimschoots weer bijgeschakeld. Maar leuke uitdaging en het is ook een mooi project geworden. Ja, hier zien we nog even de warmteverliesberekening. Of in ieder geval het benodigde vermogen. Het zijn 2 torens, hè, die hier toegepast zijn. Voor de boosters, wat wel misschien wel een leuke weet is, hebben we relatief weinig vermogen hoeven opstellen. Ja. Omdat wij met de boosterwarmtepomp een heel deel voorraad hebben. In dit geval hebben de mensen kunnen kiezen tussen 190 liter voorraad of 260 liter voorraad. Dat was een optie in dit gebouw. En hebben wij bijvoorbeeld, als je mij even kijkt naar die toren I in dit geval, er zijn 22 boosters geweest. Dan kwam er 1,5 kilowatt per booster, hoefden wij op te stellen. Nou, en dan konden we nog met een gelijktijdigheid rekenen van 30%. Dus dat keer 0,3, dat was opgesteld. Ja, leuk concept. En misschien ook wel goed om daarbij te noemen dat je met een relatief lage temperatuur je gebouw ingaat. Mm-hmm. Wat ook beter gewaardeerd wordt in de bank. Okay. Dus je hebt gewoon minder verliezen. Ten opzichte van hogere temperaturen in je staalleidingnet. Ja, heel goede aanvulling. Hier zien we heel goed het verschil in een appartementcomplex tussen de vraag naar warmte en koude. Wat zegt deze afbeelding, Ramon? Nou ja, wat je ziet dat we in de winter eigenlijk altijd aan het verwarmen zijn. Ook logisch eigenlijk, hè? Ja. We hebben minder zon. Als we zon hebben, hebben we lage zon. Dan zie je ook helemaal geen enkel streepje blauw aan de onderzijde. Je ziet wel in het voor- en na-seizoen dat het behoorlijk wat verwarmd en gekoeld wordt.
Je kunt je voorstellen als je appartementgebouw, over het algemeen, ik ga even uit van 4 vlakken. Mm-hmm. En ik heb een noord, zuid, oost en westgevel. Dat daar qua vraag behoorlijk veel verschil in kan zitten. Ja. De oriëntatie maakt het dat je... dat je voor een bepaald systeem moet kiezen om comfortproblemen te voorkomen. Als je daar zeg maar vanuit verwarmen koelen een omschakeling zou genereren op een bepaald moment, zul je altijd in alle tijden een aantal woningen hebben die gaan klagen. Want die hadden misschien nog net die warmtevoorziening nodig. Ja. Of die warmtebehoefte. Ja. Dat is ook de reden dat er vaak voor 4-pijpsystemen wordt gekozen, zodat er onafhankelijk verwarmd en gekoeld kan worden. Als je dan kijkt naar de gelijktijdig verwarmen en koelen, dat komt best een hele periode voor, hè? Dat gebeurt al met temperaturen van 14, 15 graden buiten, volop zuid. Dat is al super, super lekker en moet er vaak al gekoeld worden. Ja, ik vind het ook wel een eye-opener om te zien hoe belangrijk dat koeling is. In dit geval een appartementengebouw, maar überhaupt in een woning. Dat die factor koeling echt gigantisch aan het worden is. En daar komt Theo jullie ook weer om de hoek kijken. Ja. Nou, je kijkt ook maar naar het midden. Dat is eigenlijk het koelgedeelte. Je zomerperiode is dat. Mm-hmm. Dan zie je eigenlijk die paar rode puntjes die je hebt, die lijnen. Dat is puur tapwaterbereiding. Ja, helemaal goed. We hebben hier hetzelfde concept eigenlijk uitgevoerd. Niet met een bodemgebonden, of niet met een bodemwisselaar, maar met een luchtwatersysteem. Dat kan ook. Ja, is een prima oplossing. Kijk, we weten ook in Nederland zitten we ook in restrictiegebieden. We hebben boorbeperkingen, archeologie. Er zijn genoeg redenen, vervuiling, waardoor er niet geboord mag worden of dat het te duur wordt om te boren bijvoorbeeld. Ja, dan heb je ook een oplossing met een collectieve luchtwatermachine. Dus eigenlijk heb je hetzelfde concept wat je net zag met de boezemwarmtepomp. Echter is mijn opwekking niet die warmtepomp die aangesloten is op een bodemsysteem, maar hebben we een warmtepomp die op het dak staat en die de energie onttrekt aan de lucht. Worden deze concepten nu ook veel in renovatie toegepast? Niet direct. Okay. Het wordt wel toegepast, maar het heeft zijn voorwaarden, hè, om het te kunnen toepassen. Misschien is dat ook wel iets waar we straks nog op terugkomen deels. Maar waar je vooral mee zit is met die luchtwater. De selectie is natuurlijk anders. Ja. Kijk, waar wij selecteren met een bron van 0 graden of als we een overbron hebben van 10 graden. Ja. Selecteren we hier met een vermogen bij min 10. Ja. Omdat we natuurlijk afhankelijk zijn van de buitenlucht. Ja. Is niks ergs aan, maar je hebt er wel rekening mee te houden. Ja, die selectie van luchtwater, daar komen we hier nog wel even verder in terug. Want we gaan nu kijken even naar die individuele luchtwater. Nou ja, weet je, daar zijn een aantal dingen heel belangrijk. Ja, vooral bij luchtwater. Hè. Je praat over een buitendeel, die maakt geluid. Daar ontkomen we helaas nog steeds niet aan. Wellicht misschien een mooie ontwikkeling voor naar de toekomst toe. Geluidloze airco's of waterpompen. Ja, momenteel maakt het wel geluid. En vooral... in een nieuwbouw, wijken worden opgezet, is het echt een aandachtspunt om goed naar te kijken. Kijk goed waar kun je hem neerzetten. Kijk goed naar de geluidseisen, die ook dit jaar natuurlijk aangezet. Ja, wat zijn die eisen? Dit jaar, vanaf 1 januari dit jaar, zijn ze s'nachts in ieder geval 40 dB op de airfrens. En overdag mag je maximaal 45 dB op de airfrens qua geluidsniveau hebben. Voor ons wel zaak om die informatie natuurlijk wel gewoon goed te delen ook met de klanten. Mm-hmm. Neem ze ook daarin mee in het traject. Waar kun je het wel toepassen, waar niet. Kijk goed naar positionering. Maar kijk daarbij ook meteen naar leidingafstanden. Hoe langer de afstand tussen binnen- en buitendeel. Hoe meer verlies bij een monoblok bijvoorbeeld. En hoe meer pompcapaciteit je nodig hebt. Ook misschien wel goed om even te zeggen. Hè, verschil tussen monoblok en split. Mm-hmm. We hebben natuurlijk twee varianten. Ja, ik denk, laat ik meteen zelf inkoppen. Monoblok is eigenlijk een watergevoerd systeem. Dus tussen het binnendeel en buitendeel zit eigenlijk gewoon water, cv-water. En bij een split praat je over koude middelen eigenlijk. Denk daarbij wel gewoon ook goed daar bij monoblok, dat je wel de nodige beveiligingen treft. Mocht je een keer storing of wegval van elektriciteit hebben, dat die beveiligd is. Bijvoorbeeld leegloop inrichtingen. Dat het water in ieder geval weg kan lopen en dat de waterpomp niet meteen kapot gaat. Maar vooral het stuk voor buiten geluid, opstellers plaatsen. En daarbij ook kijken goed, dat werd straks al even aangehaald, met tapwater. En je moet wel voldoende tapwater van voldoende temperatuur kunnen leveren. Ja, wat ik nog wel een leuke vind, om hierop aan te sluiten. We hebben het over een... Je hebt natuurlijk een groot verdampen, hè? Een verdampenoppervlak, hè? Waar je de energie doorheen gooit, je lucht. Geluid is een ding die veelal optreedt, volgens mij, hè, in mijn ogen, weerstandsgeluid. Ja. Heel veel energie, er moet 3000 kuub door die buiten de unit heen. En wat wij vooral zien is dat er vooral vanuit de verwarmingsgedachte gekeken moet worden. Ook dat je, als je kijkt naar je units, je ziet het natuurlijk vaak al van, waarom hebben jullie voor hetzelfde vermogen 5 kilowatt? Terwijl...
bij buurman, die heeft ook 5 kilowatt, maar daar staat zo'n klein kastje aan de muur. Ja. Kijk goed, ook qua geluid, naar de afstand tussen de lamellen. Ga je grotere afstand tussen je lamellen creëren, ga je grotere oppervlakte, ga je minder geluid krijgen. Ze zien nu eigenlijk dat de buitenunits groter worden. Ja, daardoor. Maar ja, daardoor wel stiller. Ja. Compressor hoor je niet. Ja. Die zit ingepakt, die kun je netjes in een manteltje zetten. Maar die unit, de lucht. Ja. Even voor die bewijslast voor die geluidseisen. Hè? Dat ligt nu bij de installateur. Ja. Die moet aantonen van, weet je, deze, dit buitendeel op die plek produceert op de erfgrens maar 28 kilowatt, ik noem maar wat. Of 28 dBA, sorry. Krijgen jullie veel vragen van installateurs die daarmee worstelen met het aantonen van dat geluid? Ja, steeds meer en meer. Hoe gaan jullie daarmee om? Wat adviseren jullie? Ja, kijk, wat wij kunnen doen is zoals met installateur meekijken. Kijken naar van waar ga je hem opstellen, maar ook met name de gegevens ter beschikking stellen. Van, ja, hoeveel geluid maakt zo'n, produceert eigenlijk een warmtepomp? Waar zet je hem dan vervolgens neer? Is er überhaupt ruimte of moet je geluid dempen en maatregelen gaan treffen? Daar kun je in het voortrek heel erg in meedenken. Alleen uiteindelijk zul je dat ook moeten bewijzen. En er zal een berekening gemaakt moeten worden. Een meting gedaan moeten worden. Ja, wij zeggen altijd, pak daar een onafhankelijke adviseur voor. Een geluidtechnisch adviseur die de metingen ook goed kan doen. Om daarmee echt aan te tonen. Loont dat voor een individuele warmtepomp, dus voor één woning die om LPB-site in te schakelen? In die zin, je moet voldoen aan de wet en regelgeving. Ja. Dus ook de individuele woning, ja, het kan een issue zijn. Ja. Ja. Ja, je ziet natuurlijk, de woningen worden steeds kleiner. Hè? Waar je vroeger een burgmaat had van, ik zeg maar, in de huursector van nog minimaal 5400, zie ik nu regelmatig burgmaten van 4800 en zelfs 3600 in breedte van de woning. Ja. Je kunt je voorstellen, als jij een achtertuintje hebt, of een voortuin, ja, om dan niet die overschrijding op de erfgrens te krijgen. En ik denk dat wij, nou, ik weet zeker, we hebben het stilste apparaat op de markt met de LWA-machine. Daarin zit je al gewoon minimaal op een 1,5 meter ongeveer wat je van de grens af moet zitten. Ja. En dan kijk je nog niet naar alle zaken die natuurlijk van invloed zijn. Gaat dit nu bijvoorbeeld voor de renovatiemarkt een showstopper worden? Nou, showstopper wil ik niet meteen zeggen. Alleen je zult er kritisch naar moeten kijken. En voorheen werd er sneller gezegd van, zet hem daar maar neer, gaat wel goed. Ja, nu moet je toch wat meer wat kritischer naar kijken of je hem kunt plaatsen, of je aanvullende maatregelen moet nemen. Ja. Ja, en denk daar vooral van tevoren over na. En kom je in een voortrek al tot de conclusie, ja, het kan niet. Ja, kijk dan naar andere oplossingen. Maar goed, daar hebben we soms hebben wellicht nog een mooi plaatje. Ja, zijn jullie bijvoorbeeld bezig met binnenhuisopstellingen? Luchtwater? Mag ik niet over praten? Nee, we zijn bezig met een opstelling. Ja. Hebben we ook al wat in test staan. Supermooi koude middel. Vooral voor de huidige nieuwbouwwoningen. En ik denk dat dat een van de oplossingen wordt voor de toekomst. Ja. Later over dit later product. Meer. Later meer. Later meer. Om te weten dat dit speelt. Ja. We hebben een project in Uden, waar eigenlijk 52 woningen, dus moet je voorstellen dat je dus in een wijk 52 buitendelen hebt. Dan gaan ook wel wat mensen van in de schrikmodus, wat helemaal niet nodig hoeft. Maar kun jij dit project eens even toelichten, Rappel? Nou ja, dit is een project dat hebben we met een partner gemaakt. Die was gekozen vanwege de goede gelijkwaardigheidsverklaring die wij hier voor dit toestel hebben, voor de LWD in dit geval. Hij is stil. In deze oplossing was er nog niet gekeken naar überhaupt de toekomst. Hè? Wat er nu zeg maar aan, of ja, wat er nu eigenlijk relevant is ten aanzien van geluid. Want dan zouden we, weet ik ook zeker, dat daar misschien ook nog wel een uitdaging zou kunnen zijn in bepaalde situaties. Het toestel is geplaatst in de tuin en deels ook op garagedaken bij de twee andere kappers. Ze wouden een binnentoestel wat compact was. En de installateur zelf, die wou niet te veel ten aanzien van F-gassen. Dus hier heb je met een monoblok gekozen voor een oplossing die dus eigenlijk elke CV-monteur aan mag werken, zeg maar. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus geen koude middelzijdige handelingen. Tapwater was in dit geval voldoende, 185 liter op het vat. Intern zit namelijk in die mooie hydraulische module zit ook een buffervat in. En al jouw omschakelingen ten aanzien van tapwater, dus je driewegkleppen, je regeltechniek zit allemaal in één en dezelfde unit. Dus als je heel kort door de bocht kijkt, hoeft de installateur hier alleen maar een lijntje te trekken van buitendeel naar het binnendeel. En van bovenzijde moet hij vanuit het binnendeel naar zijn verwarmingsinstallatie. En tapwater wordt in het unit zelf gemaakt. Ja, deze propaanwarmtepomp zien we ook opduiken in een renovatie. Ja.
kun je hem dan op bestaand afgiftesysteem gooien? Ja, ik kan zeker op bestaand afgiftesysteem. Wat je wel ziet is dat er een opwaardering nodig is, vaak voor de gevel. Je kunt je voorstellen, radiatoren zijn ergens op uitgelegd, hè, destijds. Vroeger was dat 80-60 en soms 90-70. Hè, 90 aanvoer, 70 graden retour. En dan gaven die radiatoren behoorlijk veel af. Ja. Voor de afmeting die ze hadden. Op het moment dat je dan veel lagere watertemperatuur doorheen gaat, gaat leggen, hè, om energetisch zo goed mogelijk te zijn, ja, dan zul je zien dat die radiator minder afgeeft. Ja. Dus heb je wat gedaan aan je schil, dan kan het best zijn dat je eigenlijk een overgedimensioneerde radiator vangen, waardoor die wel voldoet. Of je moet inderdaad hogere temperatuur... Het is wel weer spannend en weer belangrijk, refereren naar jouw verhaal, Matthias, om dat ook wel weer integraal aan te pakken met die warmteverliesberekening, et cetera, et cetera. Altijd, denk altijd in warmtepompsystemen. Pak de warmtepomp, een bron, een distributie en afgifte. Ja. Altijd goed op elkaar stemmen. Ja. Ik heb nou een kijkersvraag binnen, heel goed, van Rijnt Fokkens. En dat gaat met name over even de collectieve concepten die we eerder hebben besproken. Belangrijk nadeel van al deze techniek zijn initiële kosten. Het kost geld. Ja, dat klopt. De onderhoudskosten, vervangingskosten. En de vraag is, het is een open vraag, van hoe kijken de sprekers aan tegen die kosten? Nou, die zullen ongetwijfeld zijn, maar de hogere initiële investering, is die er? Nou, het antwoord is volgens mij wel ja, maar hoe kun je daarmee omgaan? En verwachten zij in de toekomst een verlaging in de kosten? Oftewel, worden die collectieve systemen nou heel veel goedkoper nog de komende tijd? Ik denk dat je, als je kijkt naar kosten en collectiviteit, heb je op een gegeven moment heb je natuurlijk een omschakelpunt. Die installatie die is duur en die moet erin. Weet je, het moet gasloos. Hm. Dus of het nou individueel is of collectief, daar zal voor betaald moeten worden. Individueel kan in sommige situaties inderdaad goedkoper zijn. Maar dat heeft dan meer te maken met externe regelapparatuur die allemaal nodig is. Om het systeem te laten werken, comfortabel zoals jij wil. Er zit een kantelpunt in. Op het moment dat het gebouw groter wordt, worden je eigenlijk je kosten centraal worden lager. Waardoor je op een gegeven moment kom je zo'n break-even punt. Waardoor die installatie uiteindelijk wel veel interessanter kan worden. Of dat er een exploitant bij komt die zegt van, joh, wanneer we de exploitatiefase erbij pakken, wat zit vaak voor? Ja, dan wordt die ontzorgt. Die pakt zeg maar natuurlijk zijn rendement op zijn afrekening, hè, zijn gigajoule-prijzen. Maar ook daar zie je steeds meer goede samenwerking mee met gemeenten die zeggen van, joh, ik wil dit bedrag wil ik neerleggen, zodat ik niet overdone ben ten aanzien van bedragen en dat de bewoner uiteindelijk gaat klagen over de hoge kost. Ja, inderdaad. Natuurlijk, je praat over hogere kosten voor de bron. Maar vergeet niet, je kunt ook natuurlijk wel weer besparen op leidingwerk. Ja. Allemaal individuele appartementencomplexen, die moet heel veel leidingwerk aanbrengen. Bij een collectief systeem, je hebt nog maar twee CQ vier pijpsystemen. En de factor koeling wordt ook vaak niet meegerekend. Precies, ja. Gratis koeling. Ja. Helemaal goed. Goeie vraag, Rijnt. Dankjewel. Even terug naar het luchtwater. Daar zien we hier nog even de vermogenscurve. Wat je hier eigenlijk ziet is dat de woningen die hadden een transmissie, een warmteverlies van 4,7 kilowatt. 4700 watt. We hadden straks even over selectie en het selecteren van de juiste warmtepomp op het juiste moment. Je ziet hier de rode lijn. Dat is bij 0 graden buiten. Dat een luchtwaterwarmtepomp 5,2 kilowatt kan leveren. Dat is prima. En uiteindelijk moet je wel kijken, ook voor de warmteverliesberekening, naar min 10. Ja, wat doet hij dan nog? Dan praat je over 4,2 kilowatt. Voorheen werd dan gezegd, nou, hebben we te weinig. Alleen in dit geval heb je een beta factor van ongeveer 0,9. Om toch je totale transmissie te kunnen dekken. Wat eigenlijk neerkomt, je hebt nog 1-2% van je energiebehoefte. Op jaarbasis hoef je nog maar bij te stoken. Ja, dat is voor deze situatie prima. Ideaal. Ja. Ja. Hartstikke goed. Ja, we hadden hier nog op een rijtje staan de selectiecriteria. Volgens mij hebben we ze allemaal wel een klein beetje behandeld, mannen. Volgens mij hoeven we hier verder niet op terug te komen. Geluid hebben we het over gehad. Monoblock split, leidingwerk en de koude middelen. Volgens mij alles besproken, toch? Misschien nog een hele kleine toevoeging. Daar staat aandeel hybride. Hybride echt upcoming in de renovatiemarkt. Stroom ook niet om daar wel die combinatie te zoeken met luchtwater en een ketel of een andere tweede opwekker. Dat is prima. Ja, helemaal goed. Maar goed, dan gaan we naar een andere troef die upcoming is. En dat is gebruik van ventilatielucht. Roman. Ja, ventilatie is natuurlijk iets. In geval van ventilatiesysteem C. Kunnen we dan zitten? Gooien we heel veel energie gewoon uiteindelijk naar buiten? Ja. Nou, eerlijk zijn alle vuile, vieze lucht, hè, in ventilatiezin. Die wordt afgezorgd vanuit de badkamer, de keuken, het toilet, bijkeuken. Ja, die energie gaat zo het dak op. En wat nou als je die heel nuttig gaat inzetten?
als voorverwarmen bijvoorbeeld voor je tapwater. Of als überhaupt voor je tapwaterbereiding. Want dat kan prima. We hebben daar een oplossing voor met 190 of 260 liter. Met een behoorlijk goed rendement. Kijk, als je kijkt naar 20 graden is denk ik geen raar getal. Hè? Als iedereen heeft het ongeveer die 20 graden in huis. Dat zuig je dan daadwerkelijk af. Ja, dan heb je rendementen van 4,2. Nou ja, dus je gooit er 1 kilowatt in en dan krijg je 4,2 kilowatt terug aan thermische energie waar ik mijn tapwater mee kan bereiden. Wat is het minimale benodigde ventilatiedebiet wat je moet hebben om zo'n toestel te kunnen laten renderen? Ja, dat ligt zo'n beetje bij de 100 kuub. Okay. Nou, dat is als je een beetje een keuken hebt, nou, dan zit je op 75 kuub, badkamer 50 kuub, toiletje 25 kuub. Dus daar kom je wel aan. Waar je wel een uitdaging krijgt met dit soort concepten, is als je hele kleine appartementen hebt. Dan kan het zijn dat je daardoor of meer uit de buitenlucht moet halen. Hè, want daar is het toestel prima geschikt voor. Je kunt hem ook gebruiken met een aansluiting op de buitenlucht. Of dat jij meer gaat ventileren, waardoor je oververventilatie zou kunnen krijgen. Dus dan ga je te veel energie van buiten naar binnen halen. Ja. En dat wil je niet. Nee. Dus het is echt een hele mooie eerste verduurzaming. En vooral als je op een lagere temperatuur draait, dan moet ik wel even zeggen, dus als je op 40 graden bijvoorbeeld, dat je zegt van ik stel hem op 40 graden en ik laat mijn ketel de rest doen, heb je al een hele mooie stap te pakken. Ja, helemaal goed. We hebben ook nog PVT. Het warmtepomppaneel op het dak, Matthias. Ja. Kun je uitleggen wat deze techniek inhoudt? Ja, dit is PVT. Het is een combinatie van een PV-paneel en een thermische collector. De thermische collector wordt aan de achterkant van het PV-paneel gemonteerd. Of geleverd natuurlijk als één product. Wat fungeert eigenlijk als de bron voor de verdamper. Hè? Dus in plaats van dat je met de verticale bodemwisselaar de bodem ingaat, de grond ingaat, heb je als bron het dak. Prima oplossingen. Vooral die combinatie, want je moet toch iets van PV weer op het dak hebben. Dus je werkt ook nog eens een keer elektriciteit op. Mm-hmm. Nadeel normaal gesproken van een zomer met PV is dat het rendement van een PV-paneel toch wat naar beneden gaat. Ja, hiermee kun je in ieder geval een deel tapwater nog maken. Dus je gaat eigenlijk energie, warmte onttrekken aan je PV-paneel, waardoor je ook ziet dat het rendement van het PV-paneel iets omhoog gaat. Mm-hmm. Ja, en je hebt gewoon warm tapwater. In de winterperiode heb je verwarmingswater. Je kunt er ook eventueel mee koelen. En dit is echt een mooie, complete oplossing. Straks werd al heel veel thema geluid aangehaald met luchtwater. Stel, je kunt niet boren of je hebt luchtwater is geen optie. Ja, is dit natuurlijk een hele mooie derde toevoeging eigenlijk. En is echt upcoming. Hè? Het is een relatief nieuw product, maar je ziet steeds meer toegepast worden. Ja. En heel mooi. Als we dit concept nou eens pakken en we maken hier een collectief iets van, dat kan ook. Hey, collectief hebben we het, ik denk een jaar of 10 geleden al gedaan. Dit soort systemen met PVT. Ja. Dan praat je over bijvoorbeeld een regeneratievoorziening voor een grote open bron van WKO. Ja. Moeten wel behoorlijk wat oppervlakken neerleggen. Hè? Dus, mm-hmm. Maar daarmee voorkom je bijvoorbeeld wel het geluid van een droge koeler, een draaikoeler die op het dak staat voor je regeneratie. In wat in sommige gebieden als, ik zeg maar rondom Amsterdam weet ik dat het heel kritisch is ten aanzien van geluid, maar überhaupt voor de zichtbaarheid van een buitendeel willen ze niet eens. Nee. Ja, dan kan dit een super mooie oplossing zijn. En daar komen wij dit jaar denk ik ook nog met iets moois. Ja, nou, daar gaan we nog veel van horen van PVT. Dus daar komen jullie in de loop van het jaar komen we daar nog wel mee terug. Ik ga heel even kijken of er nog wat vragen zijn. Die zijn er. Vraag van Hans Schellings. Zitten er hele grote verschillen in de economische levensduur van verschillende warmtepompsystemen? Hoe lang gaan die dingen van jullie mee, Ramon? Ja, weet je, er werd altijd in volksmond gezegd met vollasturen, 40.000 draaiuren. Mm-hmm. Als je uitgaat van 20.000 uur per jaar, zit je op 20 jaar levensduur. Dat wil niet zeggen dat niks kapot kan gaan. Hè? Dus er gaat altijd wel een keer een CV-pomp, die gaat ook bij de ketel kapot. Of een ventilator. Dan praat ik denk ik over de meest kritische dingen. Ja, ja. Of een gasblok. Nee, maar dat zouden zo ongeveer de uren moeten zijn. Als je dan kijkt naar wat je ziet met luchtwater bijvoorbeeld, die draaien over het algemeen wat meer draaiuren. In verhouding, hè. Als je het in precies dezelfde woning naast elkaar zet, zullen ze meer draaiuren maken. Dat komt omdat ze meer energie willen leveren. Maar die niet in de lucht zit. Dus ze moeten langer draaien om die energie te kunnen leveren. Ja. En daarin zie je wel dat er verschillen in zitten. En dat je daardoor ook als je actief gaat koelen bijvoorbeeld, dat je dus meer draaiuren maakt op je compressor. Dat is logisch. Ja. En daarbij ook natuurlijk inderdaad het ontwerp. Een verkeerd gezekerde warmtepomp. Ja, die zal eerder kapot gaan of aan het einde van zijn levensduur komen. Dan een goed geëngineerde pendelen, noem maar iets op. Vind de ketel ook niet lekker. Ja, precies. Ja.
deze slide zien we vooral even wat jullie nog aan extra activiteiten ondernemen om partijen in de markt te ondersteunen. Ramon? Ja, we hebben een super mooie oplossing met het boren, met een eigen boorbedrijf, met eigen mensen. Goed, Nathan als organisatie, 180 man aan het werk. We scholen veel, we zien ook dat we het niet alleen kunnen. Daar hebben we 2 mensen voor in dienst vast, puur en alleen voor de scholing. Daarmee kunnen we, denk ik, de markt ook nog niet aan. Maar we zijn stil groeiende. Mm-hmm. Volgens mij hebben we nou een kleine 2000 man gehad. Daarnaast het boorbedrijf. We zijn nu opgeschaald. We hebben weer wat meer ruimte, gelukkig. Samen met onze flexibele schil zijn we gewoon lekker weer goed op weg met 17, 18 boorwagens. En zitten op dit moment ook weer mijn leeftijden die gelukkig richting 12 weken zijn gegaan. Heel goed. En Matthias, jullie hebben eigen adviesafdeling binnen de groothandel. Ja. Je hebt al toegelicht van, weet je, jullie maken die warmteverliesberekening. Ja. Jullie werken ook bij BIM tegenwoordig hartstikke in. Het is net advies engineering aan de voorkant. Veel tekeningen, berekeningen, Fabi, Stabicad, Revit en AutoCAD. Om sowieso de berekening te kunnen maken, maar ook het tekenwerk te kunnen voorzien. Ja. We zien soms op de volgende slide ook nog wel. Daarin denken wij echt al na van soms, het moet ook gemonteerd gaan worden. Hoe kunnen we dat snel en efficiënt doen? Later of door de installeur natuurlijk. Links zie je een montagebord, waarbij eigenlijk alle appendages voor een warmtepompinstallatie van tevoren op een bord gemonteerd zijn. Kun je ze heel makkelijk loskoppelen. Het bord iets omhoog schuiven, dat die uitschuifbaar is. Hè? Bijvoorbeeld in een trapkast. Heb je toch wat meer ruimte. Sorry? The walking closet. De walking closet, ja, nee, precies. Ja, ja. De vrouw is niet zo blij mee, de man wil, denk ik. En het rechterplaatje had een complete skit. Hè? Dus daar waar we even moeten gaan hijsen of kunnen gaan hijsen, wat gewoon voordelen biedt op de bouw. Denk ook na over afvalstromen die je niet meer hebt. Monteurs die niet meer heen en weer hoeven te lopen. Het zit dus allemaal op dit moment, zeker in de nieuwbouw, hartstikke hot op dit moment. Ja. Lean en green. Ja. Ja. Nou, en dat precies. En je kunt mooi in het proces meelopen. En je hebt gewoon, je foutmarge is nieuw. Ja, helemaal goed. Even kijken, ik kijk heel even of er nog vragen zijn. Ik heb er nog eentje openstaan hier over PVT. Ad van Omme vraagt in hoeverre zich PVT qua kosten en opbrengsten natuurlijk verhoudt tot de bodemwarmtebron. Ja, wat we zien dat die redelijk vergelijkbaar zijn. Dus alleen nogmaals, het ligt natuurlijk aan vermogen, opstelplaats, hoeveel panelen, oriëntatie, et cetera. Zie je toch wel dat briende water, met de verticale bodemweerslag, praat ik even over de individuele installaties. En de PVT, dat ligt redelijk op één lijn. Alleen je hebt dan wel een deel ook van je PV heb je op je dak liggen. Dus het gaat hier vooral even om de kosten. Ja. Ja, dus de investering. Okay. Ja. Alleen dat, dus daardoor liggen die kosten rekening op één lijn. Ja. Dat zit er niet heel veel groot verschil tussen. Oké, okay. Nee. Nou, helemaal helder. Mocht u vragen hebben die wij hier niet hebben kunnen beantwoorden, want ik denk dat de moderatoren wel blauwe vingers hebben van het tikken, dan komen we daar zeker achteraf nog op terug. Dus daar hoeft u zich geen zorgen over te maken dat uw vraag niet beantwoord wordt. U krijgt nu de mogelijkheid om een aantal documentaties binnen te halen. En Renza heeft voor u een warmtepomp selectieprogramma gemaakt. Of een handout, een white paper zoals dat heet. Maar waarin de juiste stappen voor de selectie van de warmtepomp gemaakt kan worden. Ze hebben ook een hele aardige call to action waarbij je kunt klikken en kunt zien hoe een skit opgebouwd wordt. Dat is ook heel aardig om te zien, met name voor partijen die in de nieuwbouw zitten en die denken aan prefabricering van warmtepompen. Dus die kunt u ook binnenhalen. En ten derde heeft Nathan voor u eigenlijk een speciale uitgave gemaakt van hun magazine Enervision. En daar ziet u vooral heel veel praktijkvoorbeelden, maar ook productinformatie over de technieken die wij hier vandaag met jullie besproken hebben. Ik wil u ook nog even wijzen op het feit dat Renza op YouTube een serie heeft die Tech Talk heet. Daar ziet u onder meer Ramon ook terugkomen, waarin gesproken wordt over warmtepomptechniek. Bekijk dat even rustig. De komende weken komen daar zelfs nog nieuwe afleveringen bij. En verder wil ik u ook even wijzen om even op bouwwebinar.nl even te kijken naar het verdere aanbod van bouwwebinars die wij u de komende tijd gaan geven. Voor nu rest mij vooral om Ramon en Matthias van harte te bedanken voor de tijd en de kennis die ze met jullie gedeeld hebben. En ik zie u graag op een volgend moment terug.
niet nadat ik u gevraagd heb om zo na afloop even de enquête in te vullen. Want we willen wel heel graag weten wat u van deze sessie vond en wat u wellicht van een toekomstige sessie van ons zou willen verwachten. Voor de rest, we net niet binnen het uur, maar ik hoop dat u een nuttig uur heeft gehad. En ik zie u graag volgende keer weer terug. Tot ziens.